een bijzondere goedemiddag. We zijn wederom te gast in de businessclub van Landstede Basketbal voor de traditionele nabeschouwing van de wedstrijd van vanmiddag in de Dutch Basketball League tussen Landstede Basketbal en Apollo Amsterdam. Het aantal toeschouwers vanmiddag in het theater van de Post bedroeg 600. En die zagen een eerste kwart van 24-10, een tweede kwart van 46-21, derde kwart werd het al 73-38. En uiteindelijk een afgetekende 104-59 overwinning voor Landstede Basketbal. Aangeschoven bij de coaches, Patrick Veit-Herbe, gelukkig van Amsterdam aanwezig, en Herman van der Belt hier aan de rechterkant van Landstede Basketbal. Patrick, wat vond jij van het vertoonde spel van vanmiddag? Nou ja, Zwolle is natuurlijk is een van de topclubs nu in Nederland. En dat zie je vandaag ook. Ze out-rebounden ons met 20 verschil. En ze verdedigen ons helemaal weg. We kunnen eigenlijk niks doen. Het is onder 18 tegen een paar mannen. En dat is wat er vandaag gebeurde. Maar wat is dan het grote verschil tussen de wedstrijd die jullie vorige week nog wonnen van Den Bosch en de wedstrijd van vanmiddag? Nou ja, kijk, als je thuis speelt, speel je natuurlijk altijd wel wat comfortabeler. Dus wij spelen thuis altijd wel redelijk goed. Alleen als je vandaag tegen Zwolle speelt en je begint zo de wedstrijd, of het eerste kwart eigenlijk 24-10. Ja, dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. En dat is wat er vandaag gebeurde. En ze deden het gewoon hartstikke goed. Ze renden ons van alle screens af. Ze speelden heel fysiek. Nou, we waren er niet tegen opgewassen en dan krijg je dit soort uitslagen. Lijken jullie zo langzamerhand compleet, hè? Met Max Verschaik, Berend Wijs, Aaron Royer weer. Mm-hmm. Dan kun je toch al wat verder komen, lijkt mij. Nee, sowieso. En we gaan ooit nog wel wat wedstrijden winnen. En ik denk dat we er ook nog wel een van de grote teams bij ons thuis in Amsterdam zeker van hun gaan winnen. Maar ja, uitwedstrijden is gewoon moeilijk. En Max kwam ook weer terug gisteravond laat uit Rusland. Want die heeft weer 3-3 gespeeld. En die kwam gisteravond laat pas terug. En die moet dan vandaag een wedstrijd spelen. En schijnbaar is dat toch moeilijk. Oké, okay. Lijkt mij ook. Patrick, bedankt. Herman, gefeliciteerd met deze 104-59 overwinning. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, dankjewel voor de felicitaties. Ik vond het leuk. We hadden een lekker volle bak. En ik heb genoten van mijn ploeg. Ik denk dat we alles goed deden wat we wilden. Ik vind dat we goed verdedigd hebben. We hebben over de hele wedstrijd, denk ik, constant verdedigd. Iedereen heeft speeltijd gehad. We hadden 25 assists en 9 keer balverlies. We waren 56 punten dicht bij de basket. Rebound wonnen we. Dus in de gehele linie gewoon een uitstekende wedstrijd van ons. Hoe zit het met het inpassen van de nieuwe Amerikaan in het team? Hoe ver is hij daarmee? Ja. Die is hier een week en zo ziet het er ook uit. Dus die loopt af en toe verdwaald rond. Maar gelukkig konden we vandaag, met name op het eind, hem ook van de speeltijd bieden. Waarin hij kon laten zien, zeg maar, wat hij kan. Ik denk dat hij explosief is. Hij pakt de rebounds. Verdediger had hij wel aardig op orde. Maar dat duurt nog wel een aantal dagen voordat hij top is. Maar goed, de hele ploeg was goed, vond ik. Dus iedereen had bijdragen. Iedereen deed datgene waar hij goed in was. Want Amsterdam is een goede ploeg in mijn beleving. We wonnen vorige week van Den Bosch. Prima spelers, goede guards. Berend Wijs, die in de hoogtijdagen van zijn carrière is. Vandaag niet. Ja, je bent altijd zo goed als je volgende tegenstander. Maar dat hadden we prima op orde. En we konden het verdedigen, dat hadden we goed voor elkaar. En op het eind scoren ze nog wat 3 punten. Maar over de hele linie hebben we dat goed verdedigd. Dus een goede prestatie. Aanstaande donderdag, toch even vooruitkijken. De beslissende wedstrijd in de halve finale van de beker. Hoe kijk je daar dan uit met deze wedstrijd in het achterhoofd? Ja, deze wedstrijd zegt daarin helemaal niets. We winnen in Groningen uit en we lopen te knoeien afgelopen donderdag. Vandaag was fantastisch. Dus dit team is hoog en laag. En dan, dus het constante moet erin. Verdedigen was het op orde. Als we donderdag zo verdedigen, dan hebben we het prima voor elkaar. Lijkt me een mooie afsluiting. Zijn er nog vragen van een van de aanwezigen? De coach van Amsterdam niet helemaal tevreden zou zijn met de arbitrage. Ik ben blij dat de vraag van hem is. Nou kijk, weet je, daar ligt het totaal niet aan, hoor. Laten we dat voorop stellen. Zwolle was gewoon veel beter dan ons vandaag. Maar het is zo jammer. Ik geef de scheidsrechter in kwestie vorige week een compliment dat ze zo goed floten.
En dan vandaag vond ik dat sommige calls, en misschien aan beide kanten hoor, dat kan niet, ik kijk alleen naar de calls van mijn team. Maar als je gewoon, de bal stuit het niet buiten en je geeft een uit, zij staat, om maar even in basketbaltermen te, zij staat hoog en Berend blokt een schot. En een jongen, de andere scheidsrechter, haar collega, staat vlak eronder. En dan snap ik niet waarom jij van een kilometer afstand die call maakt. En dat, basketbal is een hele snelle sport. Er worden heel veel fouten gemaakt, ik begrijp dat. En het is voor scheidsrechter niet zo moeilijk. Maar hou je stik aan wat jouw call is. En soms heb je calls dat ik denk van ja, dat is helemaal niet jouw call. En dat frustreert mij af en toe. Toch mooi dat je zelf ook een scheidsrechterscursus hebt gevolgd destijds, Patrick. Nou, ik heb bij mijn trainings, dat weet de coach ook, dat je moet de scheidsrechter toets doen. En daar had ik een 9, dus ik ben best wel goed in scheidsrechter. Ja, dat blijkt. Goed, dames en heren. Ik denk dat we het hierbij moeten afsluiten. Een heel mooi statement, Patrick. De beide coaches, bedankt voor deze nabeschouwing. U allen dank voor de aanwezigheid hier in het Topsportcentrum. Aanstaande donderdag, 14 februari. Tweede wedstrijd, halffinale voor de beker. De beslissende halffinale wedstrijd. Hopelijk zijn we daar allemaal. 7:30 hier in het Landstede Sportcentrum. Dank u wel en een prettige zondag. APPLAUS